Yo guys, Kletsch hier, met vandaag een nieuwe video en vandaag speel ik weer Minecraft Minigames. Wat wij vandaag gaan doen, vandaag gaan we de X-Mas Build Battle doen, als het toch zo heet. Oké, dit wordt dus op de dag geüpload dat het kerstavond is. Dus dat betekent dat jullie allemaal deze avond jullie pakjes gaan krijgen. En ik heb vandaag mijn pakje al gekregen. Ik heb vandaag een kapotte computer gekregen. Oké, hij is niet volledig kapot, want ik kan nog Minecraft spelen, maar dan is het dan ook. Maar ik heb dus een probleem, mijn PC werkt niet goed en daardoor kan ik alleen maar oude games spelen. En daarom zijn Minecraft Story Mode en Outlast tijdelijk geschrapt. Maar ik moet iets bouwen. En dus de X-Mas build. Dus dat is super leuk. I don't know. Wat ik gewoon ga doen, dat is vrij logisch, denk ik. Ik ga een soort van, ja, bouwen zoals het er staat. Misschien ik ga... Wacht, ik heb een veel cooler idee. Wacht even. Dus we hebben niet zo super veel tijd. Dus... ik moet het niet te uitgebreid gaan maken. Maar dus mijn PC is kapot. En daarom kunnen Minecraft Story Mode... Minecraft Story Mode, dat weet ik niet. Maar daardoor kan Outlast al sinds niet verder gaan. Dus ik ga proberen mijn PC te fixen. En als dat niet lukt, ja, dan ga ik voor een nieuwe PC sparen. En dan gaat er een lange tijd geen Outlast online komen. Wat ik zelf best wel jammer zou vinden. Want ik vind Outlast zelf wel redelijk leuk om te maken. Allee, om te editen, niet om te spelen. Want ik krijg altijd hartaanvallen. Dus ja, is dat jammer. Dus doneer mij nu allemaal maar op PayPal veel geld. Ik weet niet. Wat ik nog wil zeggen, zijn de IJsberg Awards. En dat was ik in de vorige Santa Place vergeten te zeggen. Dus de IJsberg Awards, wat zijn? Dat is eigenlijk gewoon de biele dingetroep door mij gemaakt. En wat is daar de bedoeling van? De bedoeling is dat je je tijd heel hard verspilt aan die dingen. En mij een beetje plezier doet en gewoon stemt. En allemaal van die nutloze dingen waar je op moet stellen. Dus stemmen. Er is nu een infokaartje waar je op kunt klikken. Of een annotatie in beeld. En dat brengt u naar de IJsberg Awards. En dan kunt u daarop stemmen. En ja, dat is leuk ofzo. I don't know. Nu, de laatste tijd komt er ook veel Pokémon online, zoals jullie merkten. En waarom er zoveel Pokémon online komt, ja, dat komt gewoon eigenlijk gewoon puur omdat ik dat vrij leuk vind om te maken. Oké, ik kan nu niet te veel detail insteken. Want het moet echt gaan opschieten. Ik heb nog maar 2 minuten en een half. En ik begin dorst te krijgen. Ik voel het aan mijn keel, shit. Niemand gaat zien dat er aan die kant amper endsight is. Niemand. Niks zeggen, guys. Niks. Sorry, ik kan het toch niet laten. Allee, heel een beetje dan. Een heel beetje, wauw. Maar ik wil gewoon iets mooi maken. En hopelijk win ik, want... ik was zo overlaatst mijn minigame-series aan het kijken. En ik heb, oh godverdomme, veel gewonnen eigenlijk. Oké, ik mag niet vloeken, want Jezus is jarig of zo morgen. I don't know. Overmorgen bedoel ik. Ik heb echt niet meer zoveel tijd. Ja, alles erbinnen ga ik gewoon de fik steken. Dat is vrij logisch, denk ik. Oké, en... zo. Ja, deze ga ik dus niet afkrijgen. Dat is dan jammer. Ik weet niet dat jullie mijn PC horen. Ik hoop het niet, maar hij maakt echt heel raar geluid. Om 30 seconden wil ik zeg maar klaar zijn met schacht of zo. I don't know. Om, ja. Voilà. Een tweede laagje opzetten. Oké, dan begin ik snel. Flint, dankjewel. Hij zegt niet dat ik... Oké. Zo. Nee, ik moet dat nog kunnen afwerken. De pressure, guys. Guys. Oh, deze is kut. Bijna. Nee. Dus, oké. Niks speciaal. Ik heb gewoon een oké gegeven. What the fuck is deze? Ja, hier, pak je poep, gast. Ja, dus vanavond is het kerstavond. En ik hoop dat jullie iemand gaan hebben om het ermee te spelen. What the fuck. Om het mee te vieren. En ja, ik hoop dat jullie allemaal leuke pakjes krijgen en zo. Ik kent dat wel, dat basisgezeik. Vroeger was ik echt zo iemand van dat ik echt gewoon uren onder de kerstboom zat te kijken. Van, wat zou ik hebben? En nu kan ik eigenlijk gewoon makkelijk laten liggen. Geloof het of niet, wat zeggen. What the fuck is dit? Maar dan ga ik... hier, pak een epic of zo. Uh-oh. Oh, what the fuck. Omdat dan Outlast wordt geschrapt, gaat er wel een nieuwe Let's Play. Oh, wacht, als Minecraft Story Mode niet werkt, komt er een nieuwe Let's Play. Ik heb niks kunnen stemmen. Pak een oké, alsjeblieft. En dan ga ik dus gewoon weer verder met Half-Life. En wat is dit?
Pak mijn poep, ik ben te lui om naar binnen te gaan, alsjeblieft. Oké, deze geef ik legendarisch voor geen reden. Ah, wauw, liefst sneeuw weggehaald. Ja, dat is een super poep. Je moet sneeuw niet weghalen. Ik wil graag een witte kerstmis. Ik was negende, what the fuck. What the fuck you like? En hoe heeft dit zelfs kunnen winnen? Ik bedoel, wat voor shit is deze? Het was op zich allemaal shit, maar... Dus wat ik nog wil zeggen, ik heb het ondertussen al 1000 keer gezegd. Ik wens je echt allemaal een prettige kerstavond, kerstdag, nieuwjaar. Hierna gaat er nog één kerst minigame video komen. En voor maandag staat er een Pokémon video gepland. Dus ga ik deze video afsluiten. Dus vond je deze leuk, vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer gaan we verder met de Minecraft minigames. En ik zeg ciao.